Hartelijk welkom bij Luis in de Pels, aflevering 6. Fijn dat u weer kijkt. Dit programma over media en democratie. Ik mag het komende half uur, kleine half uur, praten met de gast Rachel Denneboom. Mijn naam is Jan Meenendorp, kunt u gelijk weer vergeten. Maar media en democratie, dat is het thema. Hoe krijg je mensen naar de stembus? Hoe krijg je mensen betrokken? Daar gaan we in deze serie programma's over praten. Zijn de mensen überhaupt thuis nog wel geïnteresseerd in wat er in Den Haag gebeurt in de Tweede Kamer of in de stadhuizen, wat daar vergaderd en besloten wordt? En in deze uitzendingen proberen we op zoek te gaan naar antwoorden. En zoals ik al zeg, mevrouw Denneboom is een van de dames en een van de gasten in dit geval die wellicht een antwoord heeft. Want ze heeft van alles gedaan. Mevrouw Denneboom, u kijkt een beetje somber nu al. Maar het is, goedemiddag. Goeiedag. U zit nu ook in de raad bijvoorbeeld. Ja, klopt. Dan denk ik, is dat een vlucht geweest? Of, want u zat in het bedrijfsleven, u heeft van alles gedaan. U heeft bij het beruchte PLP-reclamebureau gewerkt. U heeft uw eigen bureau. U doet alles op communicatie en marketing. En dan nu zelf in de politiek, omdat je denkt, nou, die gasten kunnen er toch helemaal geen flikken van. Dan ga ik het zelf maar doen. Nee, dat is niet de drijfveer geweest. De drijfveer is heel simpel. Ik wil mijn stad gewoon mooier maken. En de politiek aan zich, dat is niet het doel. Ik wil niet een ander vak, want ik heb een heel mooi vak. En ik wil eigenlijk alleen mijn stad mooier maken. Dat is alles. Ja. Ik heb begrepen dat u halverwege de 40 bent. Laten we even 20, 25 jaar teruggaan. U kwam van school. En toen? Ja, dat was nog heel iets langer geleden dat ik van school kwam. En toen ben ik familiebedrijf ingegaan. U bent van de papiercentrale Denneboompjes. Ja. Dat klopt. Recycling, hè? Of recycling. Oud papier, ja, recycling. Wat heel veel mensen zullen zeggen, Denneboom, die naam die is, dat is een bekende naam. Ja, dat kan. Ja, vanuit de recycling, dus daar ben ik inderdaad ingegaan. En daarna ben ik bij het beroemde PLP terechtgekomen. U zegt dat met een lach, maar dat was echt een... In Amsterdam werd met respect over gesproken, hoor, ja. Over dat PLP-bureau. Ja, maar u zei net berucht. Dus ja, ik dacht, berucht, voor mijn gevoel was het echt beroemd. Ja. Nee, dat klopt. Ik denk echt dat ik daar het mee getroffen heb, dat ik die leerschool heb gehad. Het was mijn eerste stap in de reclamewereld. Overigens noemden zij het een communicatieadviesbureau toen al. En, is ook een soort van communicatie. Ja, zeker. Zeker, uiteindelijk wel. En daar ben ik gestart. Daar ben ik in 2000 of zo terechtgekomen. Ja. Ben ik overigens in 2003 ook wel weer weggegaan. In 2000, maar u was binnengekomen volgens mij, als ik de boeken goed gelezen heb, als receptioniste of telefoniste voor een bepaalde periode. Ja. Maar u was door de grote jongens Landewee en consorten werd u al snel gevraagd of u meer wilde gaan doen, toch? Ja, gelukkig. Ja. Want dat gaf mij de kans om te blijven. En ik ging er inderdaad naartoe voor 3 weken, omdat er iemand ziek was en er moest vervangen worden. En ik was net weggegaan bij de papiercentrale. Dus ik dacht, nou, dat ga ik doen, want iets in de reclame lijkt me hartstikke leuk. Op die manier ben ik binnengekomen. Ik kreeg inderdaad de kans om te blijven, met beide handen aangegrepen. Al mijn opleidingen gekregen via PLP. En toen ben ik in 2003 voor mezelf begonnen. Ja, Jacob. Jacob, ja. Nee, toen nog Media op Maat. Niet eens Jacob. Media op Maat, mediaadviesbureau in Twente. Het enige wat Twente toen had. Zowel voor adverteerders als voor bureaus. Dat koopt reclametijd en ruimte in de kranten en reclametijd bij radio- en televisiestations. Ja, dat klopt. Mediastrategie, mediaplanning. En dat ben ik in 2003 begonnen. Ja. Maar u zit inmiddels, volgens mij, ergens op een kantoor in... Deventer in het achterland. Ja, dat klopt. In Schalkhaar. In Schalkhaar. Ja, wat is het eigenlijk in heel Salland, maar het hoofdkantoor staat in Schalkhaar. Wat is er onderweg fout gegaan? Nee, er is van alles heel goed gegaan. Ik deed een interimopdracht bij de Parabool in Schalkhaar. Parabool is? Een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking. Van Deventer naar Raalte en alles ertussenin. En dat zou eigenlijk voor een paar maanden, daar ben ik heel iets langer blijven hangen. En vervolgens moest ik een vacature tekst schrijven waarop de directeur zei, ik hoop dat je zelf ook gaat solliciteren. Okay. En dat heb ik gedaan. Dus daar werk ik nu 3 dagen in de week. Ja, en dat is geweldig in combi met de raad in Enschede. En nog mijn eigen bureau, dus af en toe een leuke eigen bureau, want daar zie ik aan, hoor ik niet zoveel meer van. Is dat werk nog wel dan? Ja, zeker. Maar goed, de eerlijkheid gebiedt mij natuurlijk wel te zeggen dat 3 dagen Deventer plus de gemeenteraad in Enschede, dan ben je op zich al wel redelijk bezet mee.
Ik heb daar geen dubbele betekenis bij, dat zeg ik er direct erbij, mevrouw Denneboom. Maar u zit namens de VVD in de raad. En als ik het allemaal goed begrepen heb, bent u bij de laatste verkiezingen erin gegleden. Maar had het eigenlijk ook al 4 jaar eerder moeten gebeuren. Maar toen zat uw nevenactiviteiten, zaten een entree in de Enschedese raad in de weg. Ja, dat klopt. Ik deed toen een interimopdracht vanuit mijn eigen bureau voor ADT, de luchthaven. Ja. En dat gaat gewoon niet samen. Dus toen ben ik van de lijst afgegaan. Even in mijn herinnering haal dan, want een paar jaar geleden. Dan werkte u dus zeg maar als adviseur voor uw eigen bedrijf voor een klus op de luchthaven waar mevrouw Marijke van Hees verantwoordelijk voor was. Ja, klopt. En dan zou u voor de VVD op de lijst komen te staan? Ja, nou ja, dat ging dus niet dat, door. Nou ja, dat is niet. Het is niet partijafhankelijk. Het is gewoon op het moment dat je betaald wordt door de gemeente Enschede voor een opdracht, kun je niet meer de raad ingaan. Want je moet diezelf de wethouder controleren. Ja, dat zou. Dat is een beetje ingewikkeld. Dus. Nou, maar wel heel leuk was het geweest. Maar ja, ik begrijp dat dat was wel heel, niet haalbaar was. Nee. Toen bent u de afgelopen raad bent u er wel ingegaan. De klus bij de luchthaven was natuurlijk klaar. Wat trekt u dan zo in die politiek? Waarom nu vrijheid, blijheid? Je kan adviseren op het gebied van communicatie, marketing. Hartstikke leuk. Als ik ook zie de klussen die u gedaan heeft, denk ik nou. En dan ga je in zo'n saaie gemeenteraad zitten. Ik wil niet politiek bedrijven. Dus ik wil niet. Nee, dan ga je in de raad zitten. Ja, dan ga je in de raad zitten. Nou, er zijn wel meer mensen die niet in de raad zitten, omdat ze van haar. Ja, dit is politiek bedrijf. Ja. Denneboom, u lacht wel heel lief naar mij. Dat snap ik. Leuk, maar dit is natuurlijk wel een beetje onzin wat u nou verkondigt. Nou, dat is niet waar. Want je legt er maar net aan de manier waarop je het doet. En ik probeer mijn voorbeeld te geven. Kijk, je kunt allemaal, als je met 13 partijen zit, allemaal een heel verhaal afdraaien op hetzelfde onderwerp. En je kan het ook af en toe eens met iemand eens zijn en zeggen, ja, wat mijn voorganger zei klopt. Het enige wat ik nog graag wil toevoegen is dit of dit. Dat maakt het een stuk minder saai. Maakt het voor het publiek thuis veel makkelijker om te volgen. En soms is het ook gewoon veel helderder om het op die manier te doen. Maar toch bent u een rare dame, met alle respect. Want 4 jaar geleden hadden we dus het akkefietje met mevrouw Van Hees. Althans, niet met mevrouw Van Hees, maar met uw nevenactiviteiten. En nu had u op het laatste moment, het is dat die Hatenboer, de wethouder en de baas van de VVD nog een beetje opletten, had u de papieren niet eens ingevuld. Omdat u dacht, moet ik dit allemaal wel doen? En toen is er door anderen die hebben opgelet, die belde u op, die zei, je moet je papieren nog invullen. U zat dus heel erg te twijfelen of u het wel wilde, want anders dan had je dat natuurlijk al lang en breed ingeleverd. Ja, nou, ik denk dat het andersom is. Vind als je jezelf aanmelden en zeggen, ik denk dat ik dit heel erg goed kan. Dus ik wil op die lijst staan. De hele raad vol man met dat soort mensen. Ja, nou ja, dat geeft weer aan dat ik het toch graag anders wil doen dan een ander. Dus misschien had ik die schop. Ja, misschien had ik die schop van Jeroen Hatenboer nodig. Ja, als hij niet opgelet of het was niet geïnteresseerd, dan was u niet in de raad gekomen. Nee, misschien niet. Dat is niet zeker. Maar misschien. Nu weer een vaste dienst bij een bedrijf, bij de Parabool in Deventer, Schalkaar. Mist u dat vrije ondernemerschap dan niet? Dat went. In het begin had ik daar echt wel last van. En dat bepaalde is je agenda. Ja, die bepalen mijn agenda. En vervolgens is er een gemeenteraad die iedereen gooit van alles in je agenda. Maar goed, uiteindelijk ben je daar zelf bij. En heb je daar zelf natuurlijk altijd nog een beetje grip probeer je daar op te houden. Mis ik het ondernemerschap? Nee, want ik mis een heleboel dingen namelijk niet. De stress die ondernemen met zich meebrengt. Dat had je weer van huis uit gezien dat je ook een hoop ellende. Ja, dat kan. Ja, ja. Dus, maar aan de andere kant, het zit ook ergens natuurlijk wel in mij. En ik geloof dat ik het ook bij de Parabool in Schalkhaar in Deventer wel doe als mijn eigen bedrijf. En met een stukje ondernemerschap. Dus dat zit erin. Maar verder, soms mis je het. Je komt u, nou ik wil niet zeggen overal tegen, maar als je een beetje door Enschede wandelt, u zit in de raad, had dus vroeger nog wat van die marketingklusjes, wat dan nu niet of minder is. Het DRAM Festival wordt georganiseerd. Wie bemoeit zich ermee? Denneboom. Ja, ik kom net terug van mijn promotour vandaag voor het DRAM Festival. Ik probeer even de drive bij u te zoeken. Wat is dat? Is dat dat u vindt dat we gewoon als dat u vindt dat u als burger betrokken moet zijn? Heeft u volstrekt niks te doen? Vindt u de onderwerpen leuk? Licht dat eens toe, alsjeblieft. Alles.
Nee, ik vind alles leuk. Ja. Dat kan soms een probleem zijn, want dan word je best druk. Maar het is ook gewoon betrokkenheid. Ik vind het allemaal even belangrijk. Ik vind alle dingen die ik doe belangrijk. 4 en 5 mei, het Drangfestival. Ja, je kan mij snel porren om iets te doen waar een stukje maatschappelijke betrokkenheid in zit. Dat wel. Maar bent u dan ook boos op de andere burgers? Want als alle burgers maar voor de helft uw drive hadden, dan zag het er misschien qua engagement, qua politiek, qua de wijze waarop de stad georganiseerd is, misschien wel een stuk beter uit. Niet dat u zo goed bent, maar de betrokkenheid is natuurlijk wel. Er zit nu niemand op die publieke tribune, dat ziet u ook, want u kijkt ook wel eens naar boven. Er zitten zelfs geen journalisten meer. Nee, maar het is, ik word daar niet boos op. Ik vind alleen dat wij dan, en dan kijk ik het dan wel even vanuit de politiek, dat wij als politiek dan die verantwoordelijkheid moeten nemen om te zorgen dat die betrokkenheid van die burger, van die inwoner weer meer wordt dan dat hij misschien nu is. Doe je dat? Nou, doe je bijvoorbeeld door iets als een Dranfestival, waar je inwoners vanuit heel Twente uitnodigt om mee te praten. Lenneboom, ik wil niet de bijgoochem uithangen. Maar? Ik vind nu heel leuk. Ik vind de organisator Rob Dieleman, die daar altijd achter de schermen zeg maar het hele circus opbouwt en verantwoordelijk is, heel leuk. Maar hoeveel mensen komen daar tegen? Want ik kom ook nog even kijken. 2500 man. En dan zijn dat dezelfde mensen die ook in de raad tegenkomt, die ook in allerlei andere partijen tegenkomt, die allerlei maatschappelijke organisaties. Daar komt Jan de Burger niet. Althans, heel weinig maar. Nou, dat moet nog blijken. Ik denk namelijk dat het wel zo is. Ik kom dus nu net van mijn promotourtje. En als je dus we waren vandaag in Delden en in Borne. Als je daar mensen op straat aanspreekt over het Dranfestival, iedereen vindt er wel wat van. Dus iedereen, we hebben stellingen waarmee we proberen het gesprek aan te gaan met die inwoner, in dit geval uit Delden, om te zeggen, hoe heet het, die gaan over democratie. En dan blijkt dat mensen dus toch wel graag willen meepraten. Ja, dat is, dan zeg ik dus kom naar Dran, want dat is de plek om mee te praten. Maar niet alleen daar. Ik vind dat wij, kijk, politieke partijen zijn nogal geneigd om tegen die tijd dat er weer verkiezingen zijn, gaan we allemaal weer campagne voeren. Dan gaan we allemaal, de een gaat met rozen de straat op. Er is een partij die gaat met badsponsen en weet ik veel. Mijn partij gaat meestal met zo min mogelijk de straat op, behalve met onszelf. Ja, allemaal zonder van het geld. Maar daar zijn wij heel goed in. Maar campagne voeren begint op het moment dat je gekozen bent. Dus ik ben eigenlijk nu bezig met de campagne voor mijn hele partij, door alle dingen die ik doe, zo goed mogelijk te doen in de komende 4 jaar. Als VVD-raadslid? Ja. Dus bij de Dranfestival bent u niet? Oh nee, bij het Dranfestival. Dan bent u niet alleen mevrouw Denneboom, nee. Maar ook VVD-raadslid? Nee. Het Dranfestival zie ik meer als we hebben in Enschede bijvoorbeeld het Enschede Akkoord. Dat gaat partijbreed door de hele raad heen. En los van elke partij. Ja. Dat vind ik bij Dran ook. Maar ik vind het de verantwoordelijkheid van elke partij en niet alleen van de mijne. Nee, ik hoor wat u zegt, mevrouw Denneboom, maar dan heb je dat project Free a Girl. Ja. Dat gaat over prostitutie, over meisjes in verre landen die daar voor een habbekrats allerlei mannen, veelal uit het Westen, aan hun gerief moeten brengen. Niet alleen u wint zich erover op, half Nederland wint zich erover op, maar u gaat wat doen. U bent dan ambassadeur voor een gemeente. U zorgt dat daar dan een soort actie komt, nou ja, niet alleen maar met andere mensen. Dat daar mensen in zo'n hokje gaan zitten als protest tegen wat er in Thailand en Bangladesh en weet ik veel wat voor landen allemaal gebeurt. En probeert geld op te halen, zodat die mannen en die mensen, die kinderen, worden vrijgekocht. Dat kan half Enschede kan dat doen, maar u doet het. U loopt daar de ambassadeur voor te spelen. Ja, maar ja, dat is eigenlijk hetzelfde als met die andere dingen. Kijk, niks doen is geen optie. Je kan aan de zijlijn gaan zitten en zeggen, ja, ik vind het allemaal heel erg wat er daar gebeurt. Maar kan ook proberen iets bij te dragen. Ja, nee, maar ik probeer uw drive een beetje te zoeken. Want niet boos mee worden. Als ik me op glad ijs begeef, moet u mij corrigeren. Heeft dat ook met u bent een Joodse dame. Heeft dat daarmee te maken? Dat u daar zo met de maatschappij zo betrokken bent? Omdat natuurlijk het verleden heeft geleerd, niks doen kan tot de meest afschuwelijke dingen leiden. Nou, dat is misschien wel mijn drive om in het 4 en 5 mei comité te zitten. Hoewel daar, ook dat kan natuurlijk iedereen doen. Maar voor mij is dat misschien wel net iets extra's om, nou ja, vanwege mijn achtergrond te zeggen, dat moet ik doen. En al die andere dingen die ik doe, ja, die
Vind ik ook, dat ik die moet doen. Maar dat... Mag ik nog even doorvragen over... is er veel familie van u overleden of vermoord in de oorlog? Hoe moet je dat zeggen? Ja, elke een is er één te veel. Sowieso, daar gaan we geen misstand over hebben. Nee, dus mijn overgrootmoeder is omgekomen in Sobibor. En mijn overgrootvader is opgepakt, woonde allemaal in Enschede. Kinderen waren al ondergedoken en zij woonden nog in de Waldeckstraat hier in het centrum. En die oma is in Sobibor omgekomen en die opa is omgekomen hier op vliegveld Twente. Omdat hij eigenlijk te laat werd opgepakt en de Duitsers geen tijd meer hadden om hem waar dan ook naartoe te vervoeren. Toen werd hij hier vermoord. En toen is hij hier vermoord. En, ja, en dan nog wat broers en zussen van hen allebei. Maar mijn eigen opa en oma, zeg maar, hebben allebei overleefd. Okay. Ja, ik zag, dacht ik, zelfs uw oma een paar weken geleden een mooi verhaal in de krant staan. Ja, klopt. Dat is wel grappig. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat u zit in de politiek. Betrokken raadslid, hoor ik althans van alle kanten. Ik ben zelf ook niet zo heel vaak op de publieke tribune. Je kan ook thuis kijken, hè? Gewoon via livestream. Ja, dat klopt, maar ik heb thuis meer te doen dan alleen naar de Raad Enschede kijken. ik wilde eigenlijk even toch nog een serieuze move maken, gelet op het verleden. Je hebt nu partijen als Forum voor Democratie. De PVV is, nou ja, daar kan je wat van vinden. We hebben vroeger Pim Fortuyn gehad, we hebben de Jan Maat en zijn kliek gehad. Hoe kijkt u daarnaar? Hoe gaat u daarmee om? Staat de koffer bij wijze van spreken gepakt om te vluchten als er wat aan de hand is? Hoe staat u het leven? Nee, ik heb een heel groot vertrouwen in de mensheid. Ondanks dat er echt dingen zijn gebeurd waarvan je zou kunnen zeggen dat dat misschien niet helemaal terecht is. Ik geloof keihard in onze democratie. En dit is een deel van onze democratie. En in een vrije rechtsstaat als Nederland geldt dat iedereen een partij mag beginnen. Ook u, morgen, of ik, of samen, of wat we willen. En ook mensen waar ik het misschien niet helemaal mee eens ben. Niet helemaal mee eens ben, ja. Dat ben ik met de producent van dit programma, Rob Dieleman wel eens. Maar iemand die, een partij die wezenlijk andere mensen... ik zie namelijk die Wilders nog staan blerren. Willen jullie minder Marokkanen, dan krijgen jullie minder Marokkanen. Ja. Vind ik, dat zijn momenten dat ik bang word. Heeft u dat dan niet? Nee, want ik geloof namelijk nog altijd dat mensen... dat even als ik naar kijk naar de PVV... mensen uiteindelijk in het stemhokje... Ja, mij juist zo angstig. Dat, ze dus, dat je nee. Niet kan meekijken wat ze aangrijzen. Ja. Nee, maar iedereen die spreekt voor die tijd, hè, iedereen ging massaal op hem stemmen, zeiden ze. En dat is toen niet gebeurd, bedoel je? En dat is toen niet gebeurd. Dus uiteindelijk ergens komt er iets in een mens die denkt, misschien toch niet zo heel verstandig. Voor Forum voor Democratie geldt dat op dit moment natuurlijk niet, want we hebben gezien dat die het best wel goed gedaan hebben bij de laatste verkiezingen. Maar dat vind ik toch ook weer van een andere orde. En nogmaals, ja, weet je, het zou raar zijn dat ik daar wat van vind. Want ik vind namelijk als liberaal dat ieder mens zelf moet weten wat hij zegt. Wat alleen belangrijk is, denk ik ook, dat de vrijheid van de een de vrijheid van een ander kan belemmeren. En daar, ja, dat vind ik wel, dat baart mij ook wel eens zorgen. Heeft u dat van huis uit meegekregen? Ja. Ja. Ja, maar dat begrijp ik wel, maar ik vraag het gewoon even expliciet. Ja. En nu zit u ook in het comité 4 en 5 mei. Ja, dat zijn voor u natuurlijk toch andere tijden dan dat het waarschijnlijk voor mij is. Ja, mijn opa heeft ondergedoken gezeten een jaar. En dat is heel erg hoor, even voor de duidelijkheid, toen ik die verhalen hoorde van mijn vader. Maar dat is toch een heel andere historie dan u en uw familie heeft. Ja, maar elke familie die de oorlog heeft meegemaakt, heeft iets meegemaakt. En of dat nou Joden, Roma, Sinti of allerlei andere groepen zijn, of gewoon de gewone Nederlander, dat hoor je zelf, die ook van alles heeft meegemaakt. Ik zeg niet dat u flegmatiek reageert, maar ik vind wel opvallend open, makkelijk. Het is zoals het is.
u bent op niemand boos dat als u zegt van ja, ik vind dat de burgers over het algemeen vrij weinig doen met hun vrijheid voor wat betreft in allerlei acties. Terwijl u dus wel in al die drandfestivals, in die vier, in die vijf comité's, weet ik het veel, waar u allemaal te vinden bent in de gemeenteraad. U weet blijkbaar tijd te vinden om zich voor... Nee, maar ik bedoel positief, dame. Om zich in te zetten voor de gemeenschap, om het zo maar eens dan te zeggen. En ik probeer daar even te vissen of dat misschien met uw Joods zijn te maken heeft. Maar dat heeft meer met uw mens zijn te maken, zoals u bent. Ja, dat denk ik. Dat denk ik. Behalve dan het 4 en 5 mei comité. Maar nogmaals, als ik niet Joods was geweest, had ik het misschien ook wel gedaan, ja. Die kans is groot. Ik zou het niet geweten hebben. Het is dat ik het in de papieren tegenkwam en dat iemand dat tegen mij zei. Ik bedoel, ja, waar herken je een Joodse man of een vrouw aan natuurlijk? Hè? Jullie lopen niet allemaal met zo'n ding. En dan bij besneden piemels onder de douche wil ik het nog wel eens zien. Maar hoe zit dat met... Nee, zo'n grapje hoor. Maar heb je er last van? Dat je uitgescholden wordt, gediscrimineerd wordt? Helemaal niet? Nee, ik heb wel... Een aantal jaren geleden, toen had je een tijd dat allerlei rappers in Nederland vonden dat ze allerlei rare dingen moesten gaan roepen. Zingen heet dat, bedoel ik. En dat deden ze op de Dam. En toen ik die rapper op de Dam zag, toen dacht ik wel een keer van, nou, nu begint het toch wel een klein beetje vervelend te worden hier. En toen heb ik ook inderdaad wel eens gedacht, waar ga ik naartoe als de pleuris uitbreekt? En, nou, dat weet ik nog niet, waar ik dan naartoe ga. Altijd komen. Ja, maar ja, jij zit in diezelfde pleuris dan. Dus, dat vind ik nu weer wat minder. Maar vraag je dat aan iemand die Joods is en in Amsterdam woont, is het toch een ander verhaal, hè? Want je ziet toch wel het antisemitisme wat opkomen. Aan de andere kant is het ook iets wat door de eeuwen heen eigenlijk al zo is gegaan. Dus... Nou ja, misschien is dat toch wel weer mijn vertrouwen ook in de mensheid. Dat ik denk, dat soort dingen gebeurt echt nooit weer. Ja, nou, ik ben iets minder vol vertrouwen. Maar ik zit wel vol respect naar u te kijken en te luisteren. Dat ik denk, ik wou dat meer van dat soort burgers hadden. En de wijze waarop u over deze problematiek praat, ik vind het buitengewoon knap en moedig. En dank je wel dat je in deze uitzending te gast wilde zijn. Graag gedaan. En allemaal naar het Drangfestival. 17 en 18 mei. Wel, hoef je mij niet uit te nodigen. Hey, okay. Dankjewel. Graag gedaan. Voordat u uitschakelt, dit was natuurlijk alweer de zesde uitzending van Luis in de Pels. Wil ik u nog eventjes meenemen naar mijn collega Luid van de Pels van de Vrije Republiek Twente. Want hij heeft weer een geweldige reportage gemaakt vanuit het Twentse achterland. Kijk dat nog even en schakel dan heen waar je wil. Volgende week zijn we er weer. Dankjewel. Dag. Hallo. Luid van de Pels hier. Hallo, hallo. Ja, ben ik te verstaan? Ja, goed hoor. Ja, dankjewel. Luid van de Pels hier. Onrust in Noordoost-Twente. Vuil water uit de olieindustrie wordt de Twentse bodem ingeïnjecteerd. Onrust, opstand, angst. Nee hoor, niet bij mevrouw Marianne Dokter Marianne Kwekkenboom. Dokter Marianne Kwekkenboom, nee. Zij is oliedeskundige van het Vaseline Instituut. Je hoort allemaal Indianen verhalen. Want oh, dat is heel gevaarlijk. Want er worden kalveren geboren met drie koppen. Steekvlammen uit de grond. Wat een onzin. Het is heel veilig, heel gezond. Kijk eens om je heen, wat een groen, wat een oase. Dus het is niet gevaarlijk? Nee hoor. En om dat te bewijzen... ga ik een beetje water drinken, wat helemaal uit schone beek, de naam zegt het al, dankjewel, schoon afvalwater, komt hier kilometers door een mooie schone pijp, hier kilometers de grond in. Om te bewijzen allemaal flauwekul is, dat het allemaal flauwekul is, zeg ik van, ik drink een glas op de gezondheid. Gaat het, mevrouw Kwekkenboom? Oké. Dit was Luis van de Pels hier.
uit Noordoost-Twente. Terug naar de studio.